deze kogel is bij ons gevonden. Voor wie is hij bedoeld? In deze film laten we zien waar deze kogel is voor bedoeld. Het is een normale dag en de mensen werken. Er loopt een gegoede vrouw en een man langs. Wat is het weer perfect weer om verder te gaan met mijn schilderij. En alsjeblieft, geef mij wat geld. Heeft u brood voor mij? Oh, dat is nou jammer. Helaas vandaag niks voor je. Trouwens, ik moet snel weer verder gaan met mijn kunstwerk. Een andere keer weer. Ik hoor net naar de bosjes. In het bos. Laat de pistolen en geweren! Weer in de stad. Rennen, de Spanjaarden komen! Haal de geuzen! Huh? Hoor je dat? Erop af! De Spanjaarden vallen de stad binnen. Je hoort kreten en schoten. De stad wordt veroverd. Maximus en Obelix trekken hun zwaard en rennen naar de Spanjaarden. Zijn sterk! Kom naar de burgemeester, de geuzen moeten komen! Kom gewoon, het spijt te spelen! Kom weer naar het grote bos! Maximus en Obelix stormen het kantoor van Balthasar binnen. Meneer, ik moet iets belangrijks vertellen. De Spanjaarden komen. Balthasar pakt een veer en papier. Beste geuzen, onze stad wordt aangevallen door de Spanjaarden. Kunt u ons alsjeblieft komen helpen met uw soldaten? We hebben uw hulp hard nodig. Kom snel, Balthasar. Asterix! Ja, wat is er? Breng deze brief snel naar de geuzen. Oké, meneer, zo ik doen. Asterix rent het kantoor uit. In het bos. We moeten met de spullen die we hebben een kamp. Inderdaad, de Oedekus kan bouwen gedaan. Kom, we moeten spullen zoeken voor het kamp. Na een tijdje. Yay! Ik hoor net achter de bosjes! De geuzen komen uit de bosjes. Iedereen juist. Ja! Yeah! Oké, we hebben een plan. Jullie verraden jullie kamp zodat Stella en Veelgeit op Peter steken. En als de Spanjaarden komen, komen wij uit de bosjes en trekken tot strijden. Oké, laten we beginnen. Ga naar de bosjes. De geuzen kijken naar Stella. Spanjaarden rennen naar het kamp, precies volgens plan. Ga achter die boom staan, hup! Haha, die vluchtelingen hebben hun kamp verlaten. Daarheen, die domme Nederlanders! Inderdaad, erop af. De Spanjaarden komen naar het kamp. Ze staan voor de zogenaamde angstige mensen. Sowieso, Nederlanders. Jullie hebben een nieuwe leider. Ik. Aha, nou keer terug naar de stad of je wordt vermoord. Wat de Spanjaarden niet wisten is dat ze beslopen werden door de geuzen. Ze
ze begonnen te zwaard vechten. Wat fijn om weer in de stad te zijn. Ja, hè? Weer in het bos. Kom, laat halen voor de geuzen. Kijk, daar is een zandbanger naar de bomen. Het is Maximus. Oké, jullie weten wat het deal is. Ik had jullie de stad veroveren en jullie vermoorden Balthazar, dan ben ik de baas. Ja, ja. Kom, terug naar die geuzen. Ze lopen terug en vechten door. Niet zo hard. Nou, Gandalf, ik dacht je uit. Op deze avond vallen we elkaar en schieten we nog de beste winnen. Ga, kom. Ze gaan allebei dood. Kom, wegwijzen. Uitkijken. We zijn met te weinig. Weg. Kom hier, Maximus. Je wordt opgesloten voor het verraad. Hé, hey, laat me los, Maximus Kees. Ik ben onschuldig. Echt niet. Ze bonden hem vast en namen hem mee. Oh, wat jammer dat Edward dood is, maar we zullen hem dankbaar zijn, voor eeuwig, omdat hij de stad bevrijd heeft. Maar kom, laten we feest vieren, we zijn bevrijd van de Spanjaarden. Dank je zeer, geuzen! Ja! Iedereen feest. Willen de armen even komen? De Spanjaarden hebben geld en eten achtergelaten. Het is nu van jullie. Ja! We moeten trots zijn! We moeten trots zijn! Iedereen gaat weer door met feest vieren. Dit was het verhaal van het mysterie van de kogel uit de 80-jarige oorlog. De kogel was dus bedoeld voor Edward. En de spelers, nou ja, de bewoners van Hoorn, juichen als afloop. Ja! Yeah!